Kleuters runnen restaurant. Aanmelden voor Muziekmarkt Elburg. De Lou wil zelfstandig blijven. Hartelijk welkom. Mooi dat u weer naar ons kijkt. Elburg zoekt een dynamische en toegankelijke burgemeester. Dat blijkt uit de profielschets die deze week in een buitengewone raadsvergadering is behandeld. Maar liefst 7 fractievoorzitters, het college van BMW, de directeur van de veiligheidsregio, de teamchef van de politie, de brandweercommandant en 60 inwoners hebben zich over de profielschets gebogen. De bewoners willen een verbinder en een netwerker. Om een lijn in de hoeveelheid suggesties voor de schets te krijgen, is een professioneel bureau ingeschakeld. Maak een zonnepark op het weiland achter het kantoor van de woningbouwcoöperatie Uwoon op het bedrijventerrein Kruismaten. Dit advies staat in een anonieme brief aan de gemeenteraad. Volgens de onbekende afzender moeten de bewoners van de binnenstad een alternatief voor het winnen van energie uit zonpanelen aangereikt krijgen. Op 1 hectare beschikbare grond bij de Uwoon, zo schrijft de afzender, kunnen zonnepanelen per jaar 500 megawatt opwekken. Genoeg voor 150 huishoudens. Hij vraagt wethouder José Oosthoek om bewoners van de binnenstad enthousiast te maken voor een gezamenlijk initiatief. Afgelopen week mocht Wilma Aperen van het project Op bezoek bij Wilma van Egbert Bos een cheque van 1500 euro in ontvangst nemen. De opbrengst komt uit de collecte die tijdens het benefietconcert Elburg en Urk zingen samen is gehouden. Het geld wordt besteed aan kinderen van ouders die het financieel wat minder hebben. Zo, nou hier zijn we dan. Dit is officieel de cheque met het geld erin van de opbrengst van het benefietconcert 25 maart. Wat de bedoeling was voor de stichting Wilma, eigenlijk voor de stichting van Aan tafel bij Wilma. Dus bij deze wil ik officieel het geld overhandigen voor jullie. En we hopen dat jullie daar een goede bestemming voor weten. Ja, nou hartstikke fijn. We zijn zeer trots dat we dit in ontvangst mogen nemen. En ja, we gaan als het goed is met de kinderen naar de kersteefteling. Dus nou, we zijn er zeer blij mee. Okay, nou, dus het is niet voor niks geweest en het is ook te hopen dat het allemaal gaat lukken. Want ik heb ook begrepen dat er 30 kinderen of zo mee gingen. Ja, meestal 30, rondom 30, 35 kinderen. Dus die willen we echt een grandioze dag uit geven. Okay. De basisscholen in de gemeente Elburg hebben met de adoptie van de oorlogs- en verzetmonumenten al het moment herdacht dat op 19 april 1945 de gemeente door de geallieerden is bevrijd. Geadopteerd zijn het verzetsmonument op de Stadswal in Elburg, het oorlogsmonument aan de Veldweg in Doornspijk, het monument aan de Drostenweg en het grafmonument aan de Epeweg op het Harde. Het streven is erop gericht om de leerlingen vertrouwd te maken met de geschiedenis die achter hun monument ligt. In de lege stilte, in het ruisen van de wind, daar in de kilte, daar staat een kind. In deze wind wappert de vredevlag met oranje lint. Er is vrijheid, elke dag. Het verre verleden, langzaam weggegleden, maar iedereen weet waarom iets vrijheid heet. Want onder de graszoden liggen duizenden doden, die de vrijheid verkregen in ruil voor hun leven. Het verleden neemt geen keer, maar elke keer weer zoeken we vrede voor iedereen, vrijheid om ons heen. Terwijl heel Nederland in de ban van de twee panda's is, genoot de pasgeboren Scotty zijn eerste week in het Groene Hart van Elburg.
Terwijl de verhuizing van Wuwen en Qingya van China naar Nederland miljoenen euro's heeft gekost, was Kotti er zomaar, heel onverwacht en ongevraagd, maar wel van harte welkom. De ouders, Schotse hooglanders, voelen zich blijkbaar thuis in het groene hart. Scotty heeft zijn mooie naam te danken aan 3 inwoners van Elburg. Samen met wethouder Henk Wessel gingen ze op kraambezoek. De Elburgers wensen Scotty een lang en gelukkig leven in het groene hart. Afgelopen zaterdag is de tulpenroute Flevoland geopend. Tot ongeveer half mei kan iedereen genieten van de vele tulpenvelden in de naburige Flevopolder. Er is een tulpenroute Noordoostpolder van 106 kilometer en een tulpenroute Dronten van 110 kilometer uitgezet. Wie even over de brug fietst of rijdt, kan richting Kampen en Dronten al de eerste kleurrijke velden zien. De routes zijn onderverdeeld in 1 wandelroute, 3 fietsroutes en 1 autoroute. Men kan de routes downloaden op de website van Tulpenroute Flevoland 2017. 3 geboren en getogen Elburgers hebben een oude traditie, het nootje pikken op de tweede paasdag, weer in ere hersteld. Dit initiatief valt heel goed bij de Elburgers die in hun jeugd ook dit spelletje speelden. De broers Ruud en Bertus Wijnen en Kozijn van de Pol willen de traditie nootje pikken aan de jeugd doorgeven. Gewoon omdat het voor jong en oud leuk is met Pasen nootjes te pikken. Na een jarenlange afwezigheid is het nootje pikken op tweede paasdag weer terug in Elburg. Een 3-tal Elburgers wilden een oude traditie weer oppakken en nodigde kinderen en ouders uit om te komen nootje pikken op het veldje achter de kerk. Zo'n 70 kinderen, ouders, opa's en oma's gaven hier gehoor aan. Een van de initiatiefnemers, Ruud Wijnen, kijkt tevreden terug. Valt me niks tegen. Weet je, het weer zat er even een beetje tegen, dus er liepen ook mensen wat weg. En dat snap ik natuurlijk, want dan is het toch koud. Maar als ik nu zie hoeveel de mensen er zijn, dan denk ik, oké, het is een eerste begin. En zien waar het volgend jaar op uitkomt. Weet je, op deze wijze begint toch elke manifestatie begint zo in het klein. En dan hopen we zelf weer dat het groter uitgroeit. Ik zie veel bekende Elburgers. Ja, ik vind het gewoon hartstikke leuk. En natuurlijk uiteraard ook dat mijn kleinkinderen erbij zijn. Ja, dat is toch iets, dat roept iets op. Ik heb het van mijn moeder doorgekregen. Ik heb het doorgegeven aan mijn eigen kinderen. Die kinderen geven het weer door aan hun kinderen. Nou, weet je, dan vind ik het helemaal geweldig gewoon. Ja! Het was geen aprilgrap. Op 1 april begonnen echt de eerste zijlessen bij de watersportvereniging Admiraal van Kinsbergen. Daarmee is het vaarseizoen weer van start gegaan. Alhoewel het weer nog niet voor zeiltochten uitnodigt, beleven de zeilers in Spee veel plezier in hun lessen. Wie 8 jaar is, krijgt lessen in de Optimist. En wie 13 jaar is en inmiddels een gevorderde zeiler, kan de overstap maken naar de Splash of de Laser. Daarmee kan de jeugd straks wedstrijden zeilen. Verschillende omroepen en gemeenten op de Noord-Veluwe zien niets in een fusie tot streekomroep. Dat zeggen bestuurders van de omroepen in Nunspeet, Elburg en Oldebroek. En daarbij worden ze gesteund door hun gemeenten. De Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen in Hilversum wil kleine omroepen laten fuseren tot streekomroepen. Wethouder Willem Kroneman is van mening dat de Loe zelfstandig moet blijven. Hij wil het lokale karakter van de Loe behouden. Een fusie met andere omroepen is niet aan de orde. Wel mogelijke vormen van samenwerking. Evert, ik ga hier naar Jaap nu even bellen. Het is een geluid dat gedeeld wordt op de Noord-Veluwe. Ook gemeentebesturen zoals Nunspeet en Elburg hebben zich uitgesproken tegen een fusie. Dat is zeker een statement. Wij staan er niet alleen in de regio. Ook de gemeente Nunspeet en Oldebroek vinden dat en wij willen daar ook voor gaan. Dit seizoen exposeert Tineke Smit in de Vispoort. In haar werk staan de natuur, het aardse, natuurlijke kleuren, beweging en het leven centraal. Ze maakt schilderijen en installaties. De thema's voor haar werk haalt ze veelal uit Bijbelse vertellingen en tradities, maar ook uit de mythologie. In haar werk combineert ze verschillende materialen, zoals rubber, glas, hout, staal en gelatine. Door materialen opnieuw te gebruiken, verwijst ze naar de kringloop van het leven.
Haar werk is minimalistisch en subtiel, maar geeft toch een monumentale indruk doordat de sculpturen een relatie aangaan met de ruimte waarin ze staan. De kleuters van de basisschool Octaaf zijn al kleine meesters in hun vak. Ze kunnen al een restaurant runnen. Dat hebben ze op school geleerd. En om hun kunnen te bewijzen, hebben ze opa's en oma's uitgenodigd. En die konden in het Huiken meemaken dat de kinderen ze welkom heten, het vak van open verstaan, lekker kunnen koken en een mooie tafel kunnen dekken. Al met al bleken de kleuters goede gastheren en gastvrouwen. Loetie V is vandaag op bezoek in het Huiken en wel voor een hele bijzondere gebeurtenis. De peuters gaan koekjes bakken en thee en koffie serveren voor hun grootouders. Ja. Dit is een project van Vierke Wijzer. Dini, kun je er wat meer over vertellen? Jazeker. Nou, het is niet voor de peuters, maar ze zijn al iets ouder, de kleuters. 4, 5 en 6 jaar zijn ze. En op basisschool Het Octaaf werken we met de methode 4 keer wijzen. Voor wereldoriëntatie, voor aardrijkskunde, geschiedenis en biologie. En hebben de kleuters al 3 weken lang alles van het restaurant geleerd. We zijn al bij Beach Nu geweest. Daar hebben we even afgekeken hoe het echt moet. We hebben op school hebben we geoefend om onze oberdiploma te halen. We hebben al op school geoefend met het restaurant. We hebben al met de bestellingen geoefend. En nu gaan we alles in praktijk brengen voor onze opa's en oma's. Van 25 mei tot en met 3 juni biedt Elburg voor de 6e keer een podium voor culturele activiteiten. Iedereen kan weer tijdens het festival volop genieten van kunst, muziek, dans en literatuur. Het accent ligt op hedendaagse beeldende kunst. Van figuratieve landschappen en miniatuurportretten tot papieren beelden, video-installaties en excentrieke mode. Ook muziek neemt een prominente plaats in. Klassieke huiskamerconcerten, middeleeuwse muziek en Ierse folk worden afgewisseld met een programma als Van Bach naar Beatles. Voor kerkmuziek kan men de Grote of Sint-Nicolaaskerk bezoeken en vrijwilligers die mee willen werken aan de activiteiten zijn van harte welkom. Voor Koningsdag heeft de Oranje Vereniging Het Harde een gevarieerd programma samengesteld. Na de albade wordt op de 50e verjaardag van koning Willem-Alexander getoast. Uiteraard met een kruidenbitter. Daarna kleurt het Harde vrolijk door alle versierde fietsen met vlaggetjes die een optocht door het dorp trekken. Kinderen die niet fietsen kunnen zich vermaken bij diverse spelletjes, springkussens en een mega survivalbaan. Met de vossenjacht en muziek maken de inwoners op het Harde er een groot koningsfeest van. Het duurt nog tot 3 juni dat muziekverenigingen, muzici, muziekdocenten, koren, zangverenigingen, ensembles en bands zich kunnen voorbereiden op de muziekmarkt Elburg. De deelnemers moeten zich wel op uiterlijk 23 april aanmelden bij cultuur@elburg.nl. Iedereen die zich wil presenteren als vrije muzikant, nieuwe leden wil werven, een demonstratie of workshop kan verzorgen of muziekinstrumenten te koop heeft, kan meedoen. De muziekmarkt Elburg in het gemeenschapscentrum 't Huiken. Dit was weer een kleine greep uit de nieuwsberichten van de afgelopen week. Hebt u interessant nieuws voor dit wekelijks overzicht? Stuur dan uw bericht naar redactie@loe-elburg.nl. En wilt u alle onderwerpen nog een keer bekijken? Ga dan naar www.loe-elburg.nl/loetube of naar het YouTube-kanaal van TV Elburg. Wij komen volgende week graag weer terug met een nieuw overzicht.